mond blijven eten hoor. Waarom ben je aan het eten? Even vast een toastje. Het is altijd hetzelfde. Eten, eten, eten. Goedemiddag allemaal. We zijn bij de hooglied geweest. Ik zeg eigenlijk altijd we. En het is eigenlijk altijd ik. Oh, ben jij het? Ik doe altijd alleen boodschap. Oh, fijn. Zielig. Nee, is niet zielig. Vind ik fijn. Niemand had te maken. Maar uit gewoonte zeg ik we. Ik ben bij de hooglied geweest en ik heb ook een too good to go gescoord. Heel goed. Als eerste laat ik deze even zien. Want dan kan ik vast een handje eruit halen voor Binkje. Kijk eens, Binkje. Ja, verse brokjes, want alles was op. En dat is natuurlijk heel zielig. Oh, dat vindt hij, fijn. Ja, hij heeft dat ook het liefst zo op de grond en niet in die bak. Hè? Het is een heel zielig poesje. Dan, wat heb ik verder gekocht? Een zakje chips. Oh, ja. En kleintje, ik heb me ingehouden. Ik zeg niks, je hebt er twee zeker. Nee. Meloen. Zo, nog één. Hij heet op Gallia, maar hij heet anders. En, de tweede was gratis. Ja, dat dacht ik al. Dacht je dat al? Hij is nog meer rijp, dus ik dacht, nou, dat kan ik wel wagen. Een volkoren beschuitje. De cameraman en ik eten soms een beschuitje 's morgens. Ik wil met jou wel een beschuitje eten. Met jou wel. Uit de verspillingsbak. Anti-verspillingsbak. Mijn favoriete kropsla. Rookvlees. Dat ben ik ineens weer helemaal van de rookvlees. Ik vind het goed. Ik vind het lekker. Achterham. Oeh. Er zit de bonnen. Zit wat achteraan. Achterham. In de achterham. Kauwgom. Krekkertjes waren ook op. Nemen we ook wel eens. Als we geen beschuitje nemen, nemen we ook wel eens een krekkertje. Als we geen brood hebben. Zoethoutthee, daar heb ik er twee van genomen, want hij was zomaar plotseling op. Ja, dat is heel erg. Dus dan heb ik één in voorraad. Geen gemberthee. Ja, gember met zoethout, dat is wel mijn ding. Ik heb nou vanmiddag jouw thee op, maar... Lekker, hè? Ja. Ik vind niet vies, maar ik vind deze lekker. Sparrows. Een prei. Ik zal zo vertellen waarvoor. Preitjes op je dijtjes. Carbonade en salade. Shallotjes, een komkommer, peanuts voor de cameraman. Voor mij. Niet zijn favoriet, maar. Nee, ik krijg ze er wel in. Afbakbroodje, broodje gezond. Een mozzarellaatje, een fisherman's friend. Nou. Eetrijpe avocado. Ik heb het liefst die kleintjes, want dan doen we. Eén per keer. En anders is het net te veel. Of salade of zo. En die blijven al een week goed hoor. Roomboter. 2. Melk 1. Want ik had er nog 1. Kezenfondue. Ik dacht, het is zo slecht weer. Ja, het lijkt toch wel een het. Ja, dan kunnen we aan de winters ja, lekker. Dacht, we gaan gewoon weer. Ja. Doe eens gek. Op zondag in plaats van takeaway. Verrassing. Hey, krentenbollen! Yes! Lekker! Dat was nog eens vers afgebakken. 6 stuks. Nou, die kan dat ik er in één wel één keer wel in krijgen. Ja, in holle kiezenwerk is dat voor jou. Een stukje kaas. Radijsjes. In de sla. Kokosmelk. Ga ik vandaag ook één van gebruiken. En ik heb er nog één genomen. Want die greep ik dus ook naast. Tomaten, bliktomaten. Dit zijn hele lekkere Italiaanse tomaten. Het enige nadeel is, er zit niet zo'n lipje aan. Oh, dat is niet zo erg. Soms ben ik geneigd, want ik heb een hele vervelende blik openen, om dan die mindere tomaten te nemen, omdat het dan wel makkelijk open gaat. Maar dan ben je dus verkeerd bezig. Precies, hè? En je hebt mij toch. Ja, dat is zo. En dit is voor zaterdag. Daar gaat dus onder andere die prei op. Pizza deeg. De pizza van Jan. Vers pizza deeg met een tomaten. Sausje. Oké, en dan als laatste ook een verrassing voor de cameraman. Geen Wiekse witte, want die hadden ze niet zonder alcohol. Nou, potverdorie. Maar Afrigem zonder alcohol en Afrigem blond. Afrigem blond. Vind ik wel lekker, geloof ik. Jawel, hè? Ik heb er 2 genomen. Had ik nou gezegd dat je geen bier van mij moet kopen? Maar... Ja, maar ja, ik vind het niet leuk als ik aan een glaasje wijn zit. En jij hebt dan niks. En we moeten eerlijk de kijkers vertellen. Als ik verslaafd raak aan de alcohol, is het jouw fout. Nee, want het is altijd zonder alcohol voor jou meestal. En ik had zo'n heerlijke wit biertje bij de Aldi gekocht. Maar dat heeft hij in de tuin leeggegoten. Ja, schön, bruin. Ik zag het hem doen. Een of ander merk. En ik vond hem gewoon... Dat is
dus niks. Er zat ook alcohol in, daar hou ik ook niet van. Nee, dus nou, ik dacht, dat moeten we even oplossen. Dan doe ik even tussendoor de rijst erin. Een kom met rijst, want ik hoor dat het water kookt. En dan doen we zo de rest van het eten. Nu de tsukutsuko. Nou, nou. Chocolade. Wat is dat? Oh, een tampoes. Denk ik. Negen zoenen. Oh, nee. Met zo'n gat erin. Hoe heet dat ook alweer? Wat? Gewoon donuts. Donuts. Chocolade. Oh. Zes stuks. Ga er maar aan staan. Ja, man. Wat is dit? Ja, Ella, jij weet ook niks, hè? Ik denk spekkoek. Zo ziet het eruit. Wat staat erop? Er staat een sticker is er overheen geplakt. Hoep. Ik kan niet lezen. Kan jij het lezen? Daily Chef. Nee. Volkoren bananen... Oh nee, volkoren pannenkoeken met bananenpuree. Oh ja. Van die kant-en-klaar pannenkoeken die je even op moet warmen. Oké, dat zijn wel hele kleintjes. Nou, vooruit. We gaan het proberen. Dan, mager yoghurt. Zijn we ook niet gek op, maar kan er misschien wel iets mee. Iets anders. Waarom neem je dan mee? Oh, zit je zit in... Ja, ik zag. Ja, domme. 4,99, jongens. 1, 2, 3. Het is op zich een goed pakket, hoor. Want er zit ook nog een bakje fruit in. Lekker. Voor de yoghurt. Dat is nooit verkeerd. Of op de pannenkoekjes. De tapas gehaktballetjes. Dat is niet my favorite. Oh, poesje. Dus de poes wel. Ja, oh, sowieso. Dan, dit is altijd goed. Falafel van, hoe heet dat ook alweer? Vivera. Dat is dus vegetarisch. Precies, vegetarisch. Dat is prima. Dat hebben we al eerder gehad. En nog iets van vegetarische slager. Auwiedersnitzel. Wieder? Vegetarische, ja, Auwiedersnitzel. Auwiedersnitzel, oh. Okay. Auwiedersnitzel. Twee, vegetarische snitzel. Auwieder, nou. En? Nog meer? Deze zijn niet vegetarisch. Twee tartaartjes. Oh, lekker. En? Nog meer? Godverdorie. Als laatste, 6 eieren. Oh, gaat die ook al over de datum? Ja, joh. Alles gaat in principe over de datum. Onzin, okay. Maar goed. Kijk eens wat een mooi pakket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artikelen. Nou. Kijk, dan mag ik dus ondanks... De donuts en de bananenpannenkoekjes. Niet klagen. Die maar dat doe jij niet. Sophie morgen. Komt wel goed. Oh ja. Dankjewel Hoogvliet. En doeg. Nu gaan we kopen. Niet doeg. We gaan nog kopen. Joe, zei ik. Oh, okay. Ik zei geen doeg. Oké. Ik ken jou toch. Tikkie. Oké. Wat gaan we koken vandaag? Ik heb geen flauw idee. Oh, jawel. Jawel. Ja. Had je gisteren al mee begonnen, maar curry. Curry. Ik heb mijn eigen currypasta gemaakt. Adam Curry. Want, nee, die heeft er niks mee te maken. Gelukkig. Ik had een oud boek Patricia Pike, weet. Van Gordon Ramsay. En daar was ik weer een beetje uit het koken. Een heel leuk boek was ik eigenlijk helemaal vergeten. Al jaren oud. En daar staat deze curry in, maar ik heb hem wel een beetje aangepast. Je kent mij. Ik doe hem bijvoorbeeld niet met kip, maar met garnalen. En ik heb de hoeveelheden wat aangepast, want die vond ik niet helemaal in balans. Ik zal het op mijn site zetten, dat beloof ik jullie. Ik heb de currypasta al gedraaid gisteren, want ik wilde hem gisteren al maken. En hier zit onder andere in shallot, gember, serré, Spaanse peper, serré knoflook, is... citroengras. Oh. En dat moet je gewoon allemaal schoonmaken en in grove stukken in dat bakje doen. En dan pureren. Klein maken. En dat is waar je mee begint. Die ga je bakken in een beetje olie. Nogmaals, de hoeveelheden zet ik op mijn site. Ik zal het morgen gelijk doen. Oh, dat betekent dat ik het morgen doe. Dat jij het morgen doet. Ja. Ja. Dat gaat toch met alles, schatje? Ja, jij bedenkt dat en ik doe het. Ja. Maar dit bedenk ik nou eens wat. Echt, je bent er klaar mee. Ik heb ook bloemkool gekocht, want dat had ik nog in huis. Hij doet het officieel met een aantal andere groenten. Ik doe het met paksoi en bloemkool. En die garnalen dus. En we hebben nog wat boontjes over van gisteren, die knal ik er ook bij. Je hebt gelijk. Ja, dat kunnen, hè. Dit gaat op hoog vuur in een beetje olie. Fruiten.
niet verbranden. Dan moest je het schuur iets naar beneden zetten. En dan komen de meest geweldige geuren vrij. Een beetje zout en peper erop. En eigenlijk is het dus niet moeilijk om de ingrediënten voor die curry zelf te maken. Ik bedoel, moet eerlijk zeggen, ook wel eens een geconcentreerde curry van patak. Dus dat is een soort van uit het potje. Net als dat ik wel eens boemboe doe. Maar ja, het is eigenlijk onzin, want je kunt die ingrediënten tegenwoordig gewoon in de supermarkt krijgen. En dan maak je het helemaal zelf. Kun je ook je eigen samenstelling maken. Pepertjes zonder zaad en zo. Heel goed. Die ruikt heel lekker. Even moet ik pruttelen, dan kom ik bij je terug. Pruttel. En dan, na een minuut of vijf, gaat het witte deel van de pak soja erin. Alleen het witte? Ja, de blaadjes niet. Die gaan nog na de garnalen. En de garnalen zijn helemaal... Maar die zijn wel eerder klaar natuurlijk. Veel eerder. Ik snap. Dus, maar dit deel doen we nu. Die hebben we even nodig. De rijst is ondertussen bijna klaar, bloemkool is al helemaal klaar en de bonen zijn nog gaar, dus die warmen alleen maar even door. Dit gaat even weer op hoog. Hij is vrij droog, dus dan doe ik er een beetje olie bij. Een beetje helpen. En dan, als je het even aangebakken hebt, dan gaat de kokosmelk erbij en dan proef je hem op zout en peper. Er zit er geen kokosmelk bij. Nee, maar ik moet even de boel moet proeven wanneer ze... Oké, sorry hoor. Niet dat ik daar nog wat aan kan doen, maar ik was gewoon benieuwd hoe lekker die was. En hij is heerlijk. Maar je moet gewoon een beetje je eigen mixje maken. Je eigen signature dish. Als je wilt. Hou op, schij uit. Dat met een groot woord. Ja, rijst is ook gaaf. Maak gewoon een beetje wat jij lekker vindt. Dat is het leuke van een curry. Die kun je een beetje je handtekening opzetten, zeg maar. Maar er zijn heel veel dingen, zeker weten gewoon lekker, die je er dus in kan doen. En het is een... Maak een andere handschoen. Ligt op tafel. Oh! Lekker alles tegelijk aan doen, hè? Multitasken to the max. Je kunt ook een curry heel goed van tevoren maken. En dit is een beetje veel, die van Ramsay, daar gaat helemaal nergens over. Daar kun je een heel weeshuis van het eten geven. Maar ook dit is een beetje veel. Maar dat geeft niks, want je doet het in een bakkie en dan kun je het invriezen of in de koeling bewaren. En dan eet je man of zo er nog heel lang van. Oh, bijvoorbeeld, hè, als mijn man niet mee wil uit eten morgen. Want we gaan morgen even een hamburger eten bij bed. Lekker uit eten, hè. Omdat, niet zo denigrerend. Nee, oké. Okay. Mijn papi en mami zijn 58 jaar getrouwd. Ontzettend, hè. Jongelui. Hoe hou je het vol? Ja, daar weet je alles van. Wij zijn bijna 40 jaar getrouwd. Godverdikkie. Man. Maar blijft de tijd. Maar ik ben dus, dat is wel een leuk weetje, in de huwelijksnacht verwekt. Ik weet niet of ze dat allemaal willen weten hoor. Ja, ik vind het best wel leuk denk ik. Ik ben 9 maanden en 2 dagen na het huwelijk geboren. Tada! Nou, je lust er wel pap van die oude man. Dat was ik. Nou, dat valt wel mee hoor. Denk jij? Dat was in die tijd nog heel anders dan het nu is. Daar wilde ik helemaal niet over praten, maar ik vind het wel heel leuk. Het staat allemaal beschreven in de toonbank, mijn derde boek. De kokosmelk gaat erbij. En nu hoeft het niet meer woest te koken, maar gewoon een beetje warm worden. En een beetje dikker. Dikker, ja. Een beetje indikker. Ja. Duidelijk. Indikker. En dan ga ik zo meteen jullie de laatste fase laten zien. Oké. De blaadjes.
De groene blaadjes. Van de paksoi. En de boontjes. Man, wat een paksoi zeg. Ja. Wat een... Wat een leuke woordspeling. Nee, ik bedoel, wat een paddenkool hier. Ella, ja, hè? Nodig we de buurt uit. Ja, maar dat zeg ik dus. Het is eigenlijk altijd te veel. Even goed doorwarmen. De garnalen gaan erbij. Oh, ik zit te knoeien. Dus, garnalen heb ik even afgedekt met keukenpapier. Want die komen uit de vriezer. Weet je nog dat ik die 2 voor 1 ja, prijs... Ja, ja. Moet kijken, ja, wat een mooie grote garnalen. Helemaal schoongemaakt. I love it. Dus, en oh nee, ik ben echt aan het klooien vandaag. Er valt er één op de grond. Nee joh. Jawel. Oh. Ik voelde hem gaan. Binkje. Rauwe garnaal. Zou die dat lusten? Ja, denk ik het wel. Oké. Okay. Maar, nee, gek zonde. Oh. Sorry hoor. Nou, en garnalen, die zijn klaar als ze los zijn. Zo simpel is het. Dus op hoog vuur gaat het er doorheen. Als je vindt dat hij te dik is, kun je er wat vocht bij doen. Want hij is bij mij nu aan de dikke kant. En wat doe je dan bij water? Ja, maar dan moet je wel oppassen dat de smaak natuurlijk iets verflauwt. Ik heb er ook ietsje gembersiroop in gedaan om hem een zoetje te geven. En qua zout en peper vond ik hem goed. Maar ook dat is natuurlijk weer, zoals ik altijd zeg, heel persoonlijk. Super. Als de garnalen gaar zijn, dan is het gewoon klaar. Eigenlijk zou je dit ook op de wokbrander kunnen doen. Dan gaat het iets sneller. Dus ik heb nu het ene grootste pitje. Maar goed, geduld is een schone zaak. Kunnen we nog iets leuks vertellen aan de mensen thuis? Nee, ik heb helemaal niks meer te zeggen. Nou, ik ben uitgepraat volgende dag. Nou. Dus, we maken geen bordje op, want we hebben heel veel in de pan. Dus dat geloven jullie wel. Ik laat jullie de pan zien. Het sausje is ook een soort van roze. De curry. En de garnalen worden dus ook roze. Jij kijkt heel blij. Ja, ik word hier zo blij van. Dit is echt mijn lievelings. Among other things. Natuurlijk zijn er wel meer dingen die ik heel lekker vind. Dit vind ik ook heel lekker. Beetje bloemkool, kommetje rijst en dan de curry eroverheen. Vergeet ook vooral niet de sappen te nemen. Oh, zo lekker. Wat dacht u ervan? Ja, het ziet er wel uit dat ik er zin in heb. Ja, hè? Ja. Terwijl jij toch eigenlijk niet van die kromme beestjes zoals je ze altijd vroeger vond ik garnalen niet zo, nee, maar tegenwoordig lust ik ze heel graag. Ja, hè? Nou jongens, je ziet het. Er is nog een heleboel over. Dit is het bordje voor vandaag. En wij wensen jullie allemaal een heel prettig weekend. En heel graag tot dinsdag. Ja. Doeg! Doeg!